In mijn schelvis, ben jij geraakt door het overlijden van Dick van der Polder? Ja, dat is best wel een klap voor de Rotterdamse voetbalgemeenschap. Want daar was hij een markant man in. Niet meer zo actief uiteraard de laatste jaren. Vanwege het feit dat hij aangepensioneerd was. En dat het ook qua gezondheid niet meer zo heel goed ging. Maar ja, hij heeft daar heel lang heel nadrukkelijk deel van uitgemaakt. En je hebt in het begin van je carrière als sportjournalist samengewerkt met Dick. Ja. Wat voor man was hij? Nou, zo grappig, we staan hier op de hoek van de Hartmanstraat, de Witte de Witstraat. We hebben hierboven gezeten, de derde etage, bij het Vrije Volk. Daar ja, was hij een man die, laat ik maar zeggen, de eerste voetbalman, want zo heette dat in die periode, hij was de eerste voetbalman van de krant. Dus hij schreef over het Nederlands elftal, over Feyenoord, en ik mocht aan zijn hand mee. En dat betekende dat je leerde eigenlijk op een manier te werken die Dick van der Polder, als het ging om voetbaljournalistiek, voorstond. En dat wilde zeggen met verstand van voetballen, maar wel ook ruimte voor je eigen mening. En altijd zorgen dat je je daarin kon onderscheiden. Heb je daar veel aan gehad? Heb je dat meegenomen in je latere carrière? Absoluut. De periode bij het Vrije Volk is voor mij de bepalende periode geweest in de voetbaljournalistiek. Daarna ben ik ook naar Voetbal International gegaan, na 3 jaar hier te hebben gezeten. En dat heb ik dus ook mede te danken aan Dick van der Polder. Wat betekent Dick voor de Rotterdamse pers en voor de Rotterdamse voetbalwereld in jouw ogen? Nou, dat is wel mooi, want Dick was eigenlijk een solist. Als je hem dan hier zag zitten op de redactie, dan zat hij een beetje afzijdig, zeg maar. In de verte zag je hem zitten. En meestal was hij ook al wat eerder klaar met zijn stukken. En dan, ja, dan was zijn werk gedaan. En dan waren wij nog keihard bezig om al die pagina's over het Rotterdamse amateurvoetbal door te geven. Maar dan was Dick wel klaar met zijn werk. En ja, hij was inspirerend zonder het zelf te beseffen, denk ik. Maar ik heb veel van hem geleerd. En hij had ook een bepaald motto. Hè. Hij nam je niet serieus als je niet zelf op enig niveau gespeeld had. Want ja, dan kon je geen verstand hebben van voetballen. En ja, hij overdreef het, vond ik een beetje. In die zin dat hij ook zelf nog zijn B-diploma, wat nu oefenmeester 1 is, gehaald heeft. En ja, dat hij dus heel vaak een discussie met trainers op trainersniveau aanging. En dan kreeg je bijvoorbeeld ook bij persconferenties van Feyenoord wel eens een heel klein beetje krabbelend en kiekkabbelend. Wacht even. En dan kreeg je bij, moet even een tussenshotje gebruiken. En dan kreeg je bijvoorbeeld bij persconferenties van Feyenoord wel eens een heel klein beetje kabbelend kontwater. Omdat dan Dick in zijn eentje in discussie met de ene trainer van Feyenoord, maar ook de trainer van de tegenpartij, er hele discussies aanging. Waarbij wij eigenlijk al lang niet meer betrokken waren, de rest van de toehoorders. En dat Fred Blankenmeij dan moest zeggen van, jongens, het is genoeg geweest. Iedereen bedankt, zelfs jij Dick. En tot de volgende keer. Snap je? Dus ja, nee, maar dat was ook wel weer mooi aan Dick. Hij ging, wat dat, hij gaat helemaal zijn eigen gang. En hij had zijn eigen visie. Ja, legendarisch is natuurlijk dat zo ver ging soms. Dat hij in de bosjes ging staan in Zeist. Om te kijken wat Rinus Michels bij de geheime training van het Nederlands elftal uitvogelde. En toen dus betrapt werd. Legendarische beelden hebben dat opgeleverd. Dat Michels dus zei van, wacht even. En dat hij dus richting de bosjes ging. En inderdaad, daar haalden ze Van der Polder uit. Die toen al als journalist weinig op had met het fenomeen geheime trainingen. Maar gewoon wilde weten wat er gebeurde. Ja, hoe bijzonder is het dat een trainer of een journalist een trainersdiploma heeft? Dick had een motto. Niet alleen van, je moet als verslaggever zelf op enig niveau hebben gespeeld om te begrijpen wat er gebeurt. En bovendien de wetten en de geur van de kleedkamer kennen. Maar hij zei ook, hoe kan je nou als een sportjournalist, en dat zei hij dan ook tegen mannen als Kees Jansma, hoe kan je nou als een gehaktbal uitzien en daarna met sporters moeten praten om te vragen naar hoe goed ze gepresteerd hebben? Nou, dat vond ik inderdaad een motto. En dat heb ik zeker altijd wel ter harte gehouden. Want ja, ik vind het eigenlijk ook wel een belangrijk aspect. Ik bedoel, je bent een boodschapper naar het publiek toe. En je moet wel geloofwaardig blijven. En dat vond ik ook heel mooi aan Dick. Hij was altijd, hoe solistisch hij ook was, hij bleef onafhankelijk. Hij liet zich door geen enkele stroming meevoeren. Zijn eigen mening. En ik vind in dat opzicht is hij best wel een beetje toonaangevend geweest. Zijn eigen mening bleef, wat dat er gaat, gewoon altijd recht overeind staan. Heb jij er ook over nagedacht om een trainersdiploma te halen dan? Ik ben jeugdtrainer op dit moment, dus weliswaar een stukje later dan Dick. Maar nee, ik sta nog steeds midden in het voetbal, ben nog met jeugd bezig. Zelf, als jeugdtrainer dus bij VOC. Maar ik, ja, weet je wel, de passie voor het voetbal, dat heb ik natuurlijk altijd met Dick gedeeld. En wat dat er gaat, wij komen uit 2 totaal verschillende nesten. Ik kom uit een, zeg maar een jazzmilieu. Hier toevallig ook niet zo heel gek ver vandaan, van deze buurt. Maar ook helemaal gek van voetballen, Feyenoord, Sparta, alles zat er doorheen verweven. En Dick was echt een man uit de Rotterdamse polder bijna. Dus hij heette, wat dat er gaat, niet voor niets, Dick van den Polder, van de Rotterdamse polder. Want hij kwam echt uit de Rotterdamse klei. Hij was echt een Rotterdammer in hart en nieren. Verguld en vergeven van voetbal in alle opzichten.
Dick heeft natuurlijk ook bij ons gewerkt, bij RTV Rijnmond. Ja. En bij ons, door onze collega's, wordt hij getypeerd als een man met een heel hoog piepstemmetje. Ja. Die altijd vragen stelde in de perszalen. Dat hij gevreesd werd bij Feyenoord. Dat zeg je net ook al, maar zag je hem ook zo? Dat stemgeluid was natuurlijk heel typerend voor hem. Dat maakte hem ook markant. Want ja, tegenwoordig de discjockeys in de voetballerij die vieren hoogtij. Maar Dick had een eigen geluid. En hij had ook een navrant eigen geluid als het ging om het voetballen. En wat ik mooi aan hem vond, was dat onafhankelijke ook in zijn radiocommentaren bij Rijnmond. Hij gaf ongezouten zijn mening. Hij hield geen rekening met de belangen van Feyenoord. Nee, hij was echt voor het publiek bezig. En zo vind ik dat een radioanalist ook hoort te zijn. Je moet informeren en je moet tegelijkertijd ook natuurlijk een klein beetje entertainen. Maar goed, dat is dan een zijdelings aspect. Maar vooral dat informatieve, dat had hij natuurlijk als geen ander. Hij was echt een journalist. En tegelijkertijd was het iemand die rekening hield met de wensen van het publiek. En hoe was hij in zijn vrije tijd in de omgang dan? Was het ook een markante man? Niet, want er was geen vrije tijd. Ja, ik zou nog een heel mooi beeld typeren om je een klein beetje een indruk te geven van de persoon Dick van der Polder. Ik kwam wel eens bij hem thuis om hem bijvoorbeeld op te halen of met hem mee te gaan aan de Vroezelaan in Rotterdam. En dan had je het idee dat je in een soort sportjournalistiek Houston Control terecht was gekomen. Want er was zijn zoon net de deur uit om de Engelse kranten op het station te halen. Zijn andere zoon, met wie ik trouwens nog gevoetbald heb, die zat al naar de radio te luisteren met een koptelefoon op naar de BBC. En dan zijn vrouw Ati. Die regelde, laat maar zeggen, de fourage. Dus kortom, het hele gezin van de Polder was volledig ingesteld op Dick. Dat waren eigenlijk zijn redactie. Kortom, om een beetje het beeld te schetsen van eigenlijk hoe serieus en hoe behept die man was met zijn werk. En daarmee was hij vergroeid. Als ik dat naar mezelf koppel, ik kon af en toe ook nog wel eens gezellig afstand nemen, ja. Een voorbeeld voor velen was het. Wat zeg je? Een voorbeeld voor velen was Dick. Dick is als pure voetbalanalyticus en ook de manier waarop hij over voetbal schreef, analyse vermengd ook met zijn eigen mening, ja, was hij een absoluut voorbeeld.